We staan hier in de Oosterstraat en hier zijn ze bezig met funderingsherstel. Wat zijn jullie hier precies aan het doen? Zijn we de fundering aan het herstellen van die vier woningen achter ons. Daar zijn we eind augustus mee gestart. De panden hebben in de loop van de jaren al flinke zakking ondergaan. En naarmate wij aan het werk gingen, is daar ook nog wel wat zakking bijgekomen. En hebben we de nodige stuttenstempelmaatregelen uitgevoerd. Momenteel hebben we dat achter de rug en zijn we bezig met het heien van de palen. Nou, dames en heren, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Wethouder Minas, weer een paal geslagen hier in de Oosterstraat. Is dat belangrijk? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Het is inmiddels de 35e locatie waar we aan de slag zijn gegaan met funderingsherstel. En, het is een klein appartementencomplex, vier aaneengeschakelde panden. Maar het was echt broodnodig als je ziet hoe de panden ervoor staan. Ze zijn nu deels ook gestut. We hopen hier mensen weer snel blij te kunnen maken met een nieuwe fundering, zodat hun huis toekomstbestendig wordt. We hebben gehoord dat 123, toen was het eigenlijk levensgevaarlijk dat daar nog mensen in woonden. Ja, klopt. Kijk, dit project is in 2011 gestart op deze locatie. En je ziet dat het voor mensen altijd schrikken is voordat er daadwerkelijk besef komt van joh, er is echt iets aan de hand met een pand. En in die jaren dat er niks is gebeurd, hè, inmiddels dus bijna 8 jaar, zakt zo'n huis ondertussen natuurlijk wel gewoon verder weg. En inmiddels was het met het pand op nummer 123 echt zover dat we dachten, nou, dit is onbewoonbaar. En toen is dat pand ook van buiten gestut. En ja, u ziet het ook als u binnen een rondje loopt. Maar goed, we hopen dat we op het moment dat we hier klaar zijn, dat daar snel weer mensen in kunnen trekken. We hebben gehoord dat 123 was van een huisjesmelker. Ja, ik denk dat het wel goed is dat jullie maatregelen nemen om dit soort dingen te voorkomen dat mensen in zo'n pand wonen. Nou, ik weet niet of het pand van een huisjesmelker was. Het was in ieder geval van een particuliere verhuurder. Waar ik blij mee ben, is dat die particuliere verhuurder nu wel meedoet aan de aanpak van funderingsherstel. Want dat is buitengewoon belangrijk. We willen draagvlak. De gemeente is niet verantwoordelijk voor funderingsproblemen van huiseigenaren. Maar wil wel huiseigenaren motiveren om aan de slag te gaan. En op heel veel plekken in Schiedam hebben we particuliere verhuurders. Je ziet ook dat ontzettend veel van die verhuurders werken mee. Maar daar waar ze niet mee werken, gaan we als gemeente ook proberen keihard te handhaven. Want als je ziet hoe die mensen woonden, scheve vloeren, ramen scheef, deuren scheef, dat kan eigenlijk niet. Nee, dat vind ik onacceptabel. In anno 2019 hoeft niemand meer in een slechte woning te wonen. We hebben ontzettend veel goede woningen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we in Schiedam te maken hebben met funderingsproblematiek. Paalrot, houten palen die wegrotten omdat het grondwaterpeil daalt. Of aan de andere kant de veenlaag waar de houten palen opstaan, dat die verder inklinkt. En dat is landelijk, maar in Schiedam nemen we dat serieus. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat de leefbaarheid in de wijk op orde is. En op het moment dat huizen er niet goed bij staan, gaat het ten koste van de leefbaarheid. Terwijl beneden de feestvreugde aan de gang is, zit hier een van de bewoners. Nou ja, u bent de voormalige bewoonster. Ja. Nu heeft u huis verkocht aan uw dochter. Aan mijn dochter, ja. Ja. En die zit nou met de gebakken peren. Ja, die zit met goede gebakken peren. Maar jullie hadden helemaal niet door dat het huis aan het verzakken was? Nee, we hadden binnen totaal geen problemen. Echt, als ze zeggen je huis verzakt, zeggen van ja, dan moet je scheuren hebben. Dus dan zijn we nog eens een keer extra gaan kijken van ja, waar hebben we dan scheuren? We hebben geen scheuren. Niks. En toen hoorden jullie dat bij 123 dat het eigenlijk wel een gevaarlijke situatie was? Ja, die 123 was wel een heel eng verhaal, maar dat is al jaren een heel eng verhaal. Dat je zegt van nou, dat moet niet zo lang meer duren, want dat stort in. En dat trekt de rest mee. Met name toen wij bezig waren met het sloopwerk. Wij hebben toen wat de vloeren van de souterrains gesloopt en we zijn toen gaan ontgraven. Toen zagen we ook wel dat de fundering toch wel dusdanig slecht was dat er aardig wat meer moest gebeuren dan dat we in eerste instantie dachten. En daar nog op aanvullend was dat wij, toen wij na de bouwvak hier kwamen om te starten, al direct zagen dat we bij, in ieder geval bij pand 123 extra maatregelen moesten treffen. Ja. Eigenlijk was er woonden hier tot voor kort nog mensen in. Eigenlijk is het levensgevaarlijk geweest. In ieder geval in pand 123 was het zo dat de schoorstenen los stonden. Dat de balken van de houten vloeren weinig oplegging meer hadden. Dat er zoveel spanning op de ramen stond dat die er ook direct uit moesten. Dus dat was inderdaad gevaarlijk, ja. Wij,
Wij stelden de bewoonbaarheid ter discussie direct al, ja. Hebben jullie dat dan nooit gezegd tegen de buren? Ja, zelfs bij het eerste gesprek was de eigenaar van toen, zei het van je mag het van mij hebben, ik hoef er niets voor te hebben, haalt er maar tussenuit. Dan zijn de mensen ook van het probleem af. Want die had ook al door dat het zo verschrikkelijk slecht was. Die moest elke week zijn deur schaven, anders kreeg hij hem niet meer dicht. Ja, dat is toch bizar eigenlijk? Ja, het is zeer bizar. Maar ja, dan sukkel je toch nog 10 jaar verder voordat er eindelijk eens wat aan gedaan wordt. En waar heeft het aan gelegen dat het zo lang heeft geduurd? Ja, iedere keer nieuwe eigenaar en dat soort dingen. En ja, toch het centen wat het gaat kosten. Het is best wel een heleboel muntjes. En dat duurde even voordat we dan de lening konden krijgen. Dat was ook natuurlijk eerst nog een lang verhaal. En daar leg het aan. Als je kijkt wat funderingsherstel momenteel kost, dan kost het ongeveer 70.000 euro tot 100.000 euro per pand. En ik denk dat het echt wel rendabel is om daar vandaag de dag naar mee aan de slag te gaan. Want ja, gezien de stijgende huizenprijzen loont het echt nog wel om een goede fundering te hebben met een mooi pand erboven. Waarom is juist dit pand zo slecht? Het gaat er vooral om dat het metselwerk boven de palen is aan de ene kant een stuk beter dan aan de andere kant. Aan de ene kant zijn er betere stenen gebruikt waarbij de palen misschien wel zakken, maar waarbij de palen niet door het metselwerk heen ponzen. Dat in tegenstelling tot de andere zijde zijn de palen harder dan het metselwerk, waardoor onder de belasting, door de belasting, de palen door het metselwerk heen zijn gaan ponzen. En daardoor ja, is dit pand gaan roteren en zijn er dit soort gevolgschades ontstaan, zoals te zien zijn. En nu blij dat er wat aan gedaan wordt? Ja, in principe wel natuurlijk, want ja, je hebt toch weer eventjes je huis. Dit is toch zonde als dat in één keer weggaat. Dus wat dat betreft, alleen de centjes is een beetje heel erg veel. Ja. En nu woont uw dochter hier nog gewoon terwijl ze beneden aan het heien zijn? Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, je hebt geen last van het heien. Je hebt geen, als ze buiten aan het heien zijn, dan heb je er meer last van als dat ze hier beneden bezig zijn. Dus je voelt wat trillingen en af en toe een hoop geboem, net of de kinderen aan het rennen zijn. Maar eigenlijk echt last? Nee. Last was toen ze het betonnen bakje eruit gingen halen. Dat was echt een pokkenherrie. Ja, dat was vervelend. Hè? En die grote containers voor de deur en die troep. Ja, dat was erg. Hè? Dus dit is eigenlijk nog zachtjes. Dit gaat wel leuk. Elko Schippers, een eerste mijlpaal was dat voor u, hè? Zeker. Ik ben dit jaar begonnen als coördinator van het Servicepunt Woningverbetering. En dit is het eerste funderingsherstelproject sinds ik bij het Servicepunt werk wat ik aan mag kondigen. En daar ben ik heel trots op. Hoe is dat om bij het Servicepunt te werken? Nou, voor mij persoonlijk was het een uitdaging om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Klinkt misschien een beetje technisch, maar wat mij betreft begint een veilige, goede, sociale wijk bij mooie, goede, bouwtechnisch in orde zijnde huizen. En daar dragen wij aan bij en dat vind ik heel tof. En je hebt nog wel wat te doen geloof ik in Schiedam. Klopt, Schiedam is een van de gemeenten in Nederland waarbij funderingsproblematiek vaker voorkomt dan gemiddeld. Dus we hebben flink wat te doen. Dit is het 35ste project. We zijn nog niet klaar. Nu zijn jullie hier over een aantal maanden denk ik klaar, maar dan is het werk nog niet af aan dit huis. Dat klopt. Het funderingsherstel is dan gereed. Er zal nog wel veel moeten gebeuren aan het casco, zoals u kunt zien. Wij hebben natuurlijk veel stut- en stempelwerk moeten uitvoeren. De vloeren staan schuin. De boel staat dan wel stil. Dat gaat ook voorlopig niet meer bewegen. Maar het is wel zo dat er inderdaad iets aan de vloeren moet gebeuren. En de gevel zal hersteld moeten worden. Daar zit nog wel aardig wat werk in, ja. Nu was dit het 35ste project. Hoe lang gaat het nog door? Wat mij betreft wel dat we klaar zijn. En eigenlijk zijn we nooit klaar met heel veel jaren 30 woningen in Schiedam. En woningen van voor de oorlog die op houten palen staan. We hebben momenteel nog ruim 250 woningen in de monitoring. 200 woningen, daar zijn we momenteel mee bezig in gesprek met huiseigenaren om daar ook funderingsherstel te plegen. Funderingsherstel is een proces van de lange adem. Het kost heel veel tijd zodat mensen beseffen dat ze echt een probleem hebben. Dus we moeten er echt mee doorgaan. En wat mij betreft, zolang we er nog niet klaar mee zijn, stoppen we er ook niet mee.